Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe vlog. Het is mei alweer. De tijd vliegt. Het is alweer de vijfde maand van het jaar. Het is echt ongelooflijk. Het is alweer 2 mei. En we zijn wakker geworden met heel veel regen en onweer. En dat hebben we al een hele tijd niet meer gezien op Curaçao. We hadden vandaag een reservering voor Mood Beach staan. Maar die hebben we maar afgezegd. Ik zag die flits, ja. En wat je dus nu daar ziet. Het is er. Een kip staat. Daar staat een kip. Is dat een kip? Een kip of niet? Nee, volgens mij gewoon een stuk boomstronk. Super reserveren. Ja, dat kan ik niet met deze lens. Dit hebben ze dus allemaal gekapt. En nu is daar helemaal in de verte, je ziet het nu niet, want ik kan dus niet inzoomen. Is er een soort van doorstroming met een soort riviertje naar deze plek. Wat dus helemaal onder water komt te staan. Na één bui. Dus waarschijnlijk wordt dit na een paar maanden, als het veel heeft geregend, staat het helemaal vol met water. En dat is voor ons niet chill. Nou, we hebben net even project Rolgordijn afgemaakt. En ik zag echt als een berg tegenop. Maar Sjan heeft het grootste werk gedaan. En toen had ik die laatste afgetekend. Maar omdat we geen goede meetpunt hadden, heb ik dat gewoon 3 centimeter te laag gedaan. Dus hij hing op de grond en toen moest het weer opnieuw doen. Het enige gaatje wat ik heb geboord was natuurlijk weer fout. Dus ik ben geen klusjesvrouw. Het is inmiddels alweer 12 mei. Ik heb een week niet gefilmd. Gisteren zijn we weer naar het strand geweest, na een hele lange tijd. Wel weer even lekker, want we waren zo in quarantaine in ons eigen zwembad, dat we er gewoon, het klinkt echt verschrikkelijk verwend, maar we werden het een beetje zat. Iedere dag zag er hetzelfde uit, dus we wilden wel weer even de deur uit. Ik ben nu bij Cura Hulanda en ik ga zo wel drinken met een oud collega bij Flores. Echt superleuk tentje. Het is zondag, het weekend heeft 4 dagen geduurd, want het was hemelvaart vorige week donderdag. Vrijdag werk ik niet, dus ik heb 4 dagen vrij. Voor 3 weken gaan we alweer naar Colombia. Vanavond gaan we de tours boeken. Ik ben er echt al zoveel uren aan kwijt. Welke tours, welke hotels, welke restaurantjes. En ik vind het zo leuk. Hola, hola. Het is vandaag woensdag, 15 mei. Wij gaan zo meteen uit eten bij One Vibe. Schijnt leuk te zijn. Zijn we nog niet geweest. En we hebben net, want we zijn weer actief bezig. We zijn aan het lopen. We zijn aan het beachtennissen op ons terras. Gewoon super veel ruimte hiervoor. Dus. En zwemmen. Al kan je hier niet al te goed baantjes trekken. Maar bewegen kan wel. En we gingen een keertje walpilates doen, maar dat hebben we allebei 1 à 2 keer gedaan. Dat kunnen we dan weer niet volhouden, zo zijn we dan ook alweer. Ja, extra graphics. Wat zit er eigenlijk op? Waarom? Op de quesadilla. Soba. Heb jij soba? Heb jij stoofvlees erop? Ja. Lust jij dat? Ja, dacht ik wel. Tuurlijk lust je soba. Dankjewel. Ja, smakelijk. Dankjewel. Ja, we zijn met Anouk en die gaat ons verlaten. En dat is niet leuk. Nee, dat mag, dat is niet leuk. Nee. We zijn in de Señor Barata. En dit is echt een enorme winkel en ook heel goedkoop. En Sjan heeft nieuwe schoenen gekocht bij de Changes waar we dus net waren. En de prijs viel echt heel erg mee, dus ze is blij. Toch Sjan? Ja. Nou, wel kikken hoor. Deze. Kikken. Kikken. Patrick kikken. Wie is dat? Wat is dat voor beest? Wat? Oh, hij vliegt al weg. Of toch niet? Hè? Anyway, we hebben een tasje, 25 hangers, paraplu, een
ding voor handdoeken. Jij mag 14. Waar zit alles wat we hebben? 100 gulden. Nee, dit was alles toch? Oh nee, en dit plankje nog. Voor de KLM huisjes. Nou, dat vind ik nog best wel veel geld eigenlijk. Goedemorgen jongens. Het is vandaag vrijdag. De ochtend zit er alweer op. Ik heb veel gedaan. Ik ben bezig met het huishouden en opruimen en weet ik het wel allemaal. En doe dat lekker in mijn bikini. Want het is echt super warm. Je merkt echt weer dat het wat warmer begint te worden deze tijd van het jaar. Dit is een drankje met citroen-gemberwater en passievruchtcocktail. Cheers. Op ons 3,5 jaar. Ja. En dan gaan we even lekker pizzaretten. Het is lekker weekend. Hallo mensen, het is vandaag donderdag 23 mei en er komt zo meteen een monteur langs voor onze wasmachine. Want die is ermee opgehouden. Deurtje, er is iets met het deurtje. De slotmechanisme moet waarschijnlijk vervangen worden. Dus we hebben alweer bijna een week geen los kunnen draaien. Gelukkig had ik er vorige week wel 2 kunnen doen. Weet je, jullie nog dat ik dit had laten zien dat het vol liep met water? Inmiddels is het juist helemaal groen geworden. En er zijn ook mannetjes bezig, want er was namelijk heel veel regen en storm verwacht. Wat dus niet is gekomen, wat uiteindelijk maar beter is. Want anders stond het waarschijnlijk weer vol met water. Want ze hebben natuurlijk weer niet op tijd de rooien en de dammen schoongemaakt. Dat gaan ze nu doen. Nou, helaas heeft de monteur nog niks kunnen vinden als oorzaak. Dus dat is wel een beetje jammer. Hij gaat uitzoeken wat nou precies de oorzaak is. Shanna heeft tweedehands tennisrackets gevonden op het eiland. Die heeft ze vanmorgen even opgehaald. En nu hebben wij de tennisflow te pakken. Nou, we zijn nu 1 keertje geweest. En we kunnen er geen bal van. Maar we gaan gewoon oefenen. Want we mogen als Blue Bay inwoners gratis gebruik maken van de tennisbanen. Shanna is er alvast heen, lopend. En ik ga dan met de scooter en dan neem ik alle spullen mee. Dus we hebben nu deze tennisrackets gekocht. Ja, ik heb vroeger wel gebadminton, maar dat is toch wel heel anders. Weer in een goede beweegflow. Vooral Shan, die beweegt op dit moment nog 3 keer zoveel dan ik. Gaan we iedere keer achter een bal aanrennen of gaan we... Neem ze alle 3 maar mee. Maar dan gaan we naar het badveld. Waarom? Omdat we dan... We hebben meer een neiging die kant op te slaan. Ik ja, jij niet. Dus dan gaan we daarin. Okay. Hallo mensen, het is vandaag zaterdag en we gaan zo uit eten. We hebben net even gewandeld. We zijn in park Roy Rincon, daar is het vliegveld. En we zijn dit pad aan het bewandelen. En zoals je ziet liggen hier nog wel wat grindsteentjes, maar hier niet. Het is allemaal heel scherp koraal en daar moesten slaven vroeger op blote voeten. Op blote voeten oplopen. Echt heel erg. Zoals je iets had gedaan. En we zijn deze route aan het lopen. We hebben hem al een keertje gedaan. Ik heb even mijn telefoon als camera. Is tevens even een oefening voor het wandelen in Colombia. En hier kan je vliegtuigen spotten. Het is nu rustig. En we gaan zo eten bij Downtown. Nog wat? 5999. Jan,
cijfer, bediening, drinken en sfeer, 8,5. Eten, 7 denk ik. Ja. Maar stop je die camera weg als je denkt. Oh. Hi mensen, het is vandaag woensdag en ik kom net van werk en ik heb onze was opgehaald bij de wasseretten. Gisteren de was kwam brengen, we hadden 4 boodschappentassen vol. Dat was 18 kilo en het heeft me gewoon 124 gulden gekost. Oftewel 60 euro. Wat echt belachelijk is. Maar goed, dan denk je 18 kilo is echt heel veel. Nou, als je het zo ziet, dan valt het toch best wel mee. Want... Hier zit maar 1 klein tasje in. Hier zit een tas in. En hier zitten tassen in. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het is gegaan. Want sommige dingen mogen natuurlijk helemaal niet in de droger. Maar dat was geen optie. Alles moest in de droger. Want dan konden ze daarna opvouwen. Nou, we gaan het zien. Hoi allemaal. En nee, niet goed. En het is vandaag 31 mei. Wij vertrekken zo naar het vliegveld, want we gaan naar Colombia, Bogota, Medellín en Salento. Maar daar maak ik een nieuwe video van, dus ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden en blijf vooral kijken naar de volgende. Doei!